Vandaag zit ik in mijn slaapkamer en we gaan het werk bespreken van Wouter Nijland. We hebben elkaar leren kennen toen ik een galerie had op de Prinsengracht. Ik was direct onder de indruk van zijn werk en we organiseerden samen groepsentoonstellingen, maar ook een hele toffe solotentoonstelling in 2015. Het werk dat hier nu op de slaapkamer hangt, komt uit die tentoonstelling. Ik was er direct dol op, maar de regel geldt dat galeriehouders eerst moeten wachten totdat alle klanten hun kans hebben gekregen om het werk te kunnen kopen. Een kleine sprong in de tijd. In maart 2018 kwam ik thuis en daar stond ineens een kist. Met afzender Wouter Nijland. En ja hoor, daar zat het werk in. Het was een mega verrassing. En wat bleek, een paar dagen daarvoor waren er klanten in het atelier van Wouter geweest, specifiek voor dat werk. Toen had Wouter gezegd nee, dat werk is al verkocht. Sindsdien hangt het werk nu bij mij thuis en heeft het al meerdere plekken gehad. Op dit moment hangt het in de slaapkamer en vind ik het eigenlijk de beste plek die het tot nu toe heeft. Laten we gauw gaan kijken, dan kunnen jullie zien waar ik het over heb. Nou, dit is het werk. Kijk, hier is de lichtkoepel. Het is 50 bij 50 groot. En olieverf op linnen. Het werk is allemaal opgebouwd uit verschillende veelhoeken. Ingekleurd met verschillende zwartmengsels. Ik hoop dat dit zo goed overkomt op beeld. En wat ik ook heel fijn vind zijn de rafelranden aan de zijkant van het werk. Het werk is getiteld 39.9. Volgens mij lieg ik nu. Kijk, ik lieg. Het werk is getiteld 39.10. En de reden waarom Wouter deze titels geeft aan de werken, heeft alles te maken met zijn werkwijze. Hij laat zich inspireren door het dagelijkse leven. Het enige wat hij bepaalt is de grootte van het doek en een raster, in dit geval 50 bij 50. En verder laat hij alles aan toeval over. Een grote emmer met knikkers waar allerlei nummers op genoteerd staan, die we refereren aan de graden van een hellingshoek, een vlak ingekleurd laten of juist niet. Dat bepaalt hij door een muntje op te gooien. Dit systeem, waarin toeval een deel van de compositie bepaalt, wordt het aleatorische systeem genoemd. Wouter komt hiermee in de traditie van kunstenaars als Peter Struiken, dit jaar 81 geworden, en François Marolles. We kijken niet naar puur en alleen zwart, want hij mengt de kleuren zwart door allerlei verschillende kleuren bij elkaar te nemen. Dus rood, groen, blauw, wit. En door die vervolgens allemaal bij elkaar te nemen op zijn palet en net zo lang te mengen totdat daar een bepaalde zwart uitkomt. En iedere vlak krijgt dan weer een nieuwe mengvorm zwart, waardoor je dus die prachtige zwartkleurverdeling krijgt. En je dus ook hele subtiele schakeringen krijgt in groen en magenta en oker. Als je kijkt naar het doek, lijkt het net alsof het allemaal draadjes die op het doek gespannen zijn. Je zou bijna niet zeggen dat dit met een kwast is opgebracht. Maar dat is het wel degelijk. Hij koopt kwasten met hele stugge varkensharen die ervoor zorgen dat hij deze hele strakke, dikke lijnen zo op het doek kan maken. Zowel op esthetisch vlak als op levensbeschouwelijk vlak kan ik enorm genieten van dit werk. Wouter heeft een aanbieding gemaakt. Hij is bezig met eenzelfde soort serie van veelhoeken, maar dan in een kleiner formaat van 20 bij 20, waarvan de laatste nog niet klaar is. Dus dat is pas echt spannend en afwachten wat het toeval het gaat brengen. Die wil hij graag aanbieden voor een speciale prijs. Normaal gesproken kosten deze werken €800 per stuk. Wouter die is zo genereus om ze aan te bieden voor €600 per stuk. Ga dan even naar Wouter's Instagram of naar zijn website of stuur Wouter een mailtje. Wie weet heb je binnenkort straks ook een echt Nijlandje in huis hangen en kan je er net zo van genieten als dat ik dat doe. Dankjewel en tot volgende week.